Hi, mijn naam is Jelle en ik ga vandaag op bezoek bij Tim van der Heijden. Tim gaat namelijk stage lopen bij Vibber en ik heb een paar prangende vragen voor hem. Hey, kom verder. Hi, welkom in mijn huisje. Ik ben Tim van der Heijden. Ik woon hier samen met mijn vriendin. Ik ben 24 jaar. Dit is ons eerste huisje. Momenteel doe ik de opleiding ondernemerschap en retail management en bevind ik me in mijn vierde jaar. En de komende vier maanden ga ik aan de slag bij Vibber voor mijn afstudeeropdracht. En nu moet ik eigenlijk de doelgroep gaan zoeken van Vibber Assets. En ik kijk er eigenlijk heel erg naar uit om deze uitdaging aan te gaan. Nou, welkom bij mij op zolder. Ik heb hier een eigen werkplekje voor mezelf gecreëerd. Ik heb ook een tweede scherm neergezet, dat vind ik altijd wel heel prettig werken. En hier werk ik dus eigenlijk wekelijks aan mijn afstudeeropdracht voor Vibber. Maar ja, eigenlijk kan ik niet wachten om weer naar kantoor te gaan en elke dag met mijn collega's op kantoor te zitten. Want dan heb je toch weer veel meer interactie en kan je ook nog veel meer van elkaar leren. In mijn vrije tijd, op woensdag en zondag voetbal ik altijd. Met een vriendenteam, altijd onwijs gezellig. En dan worden er altijd flink wat biertjes nog gedronken op zondag. En de rest van de weekenden vind ik het leuk om ook naar de kroeg te gaan, met vrienden af te spreken. En ik vind het ook leuk om bezig te zijn eigenlijk met een beetje meubels maken voor in de tuin. Of zoals je daar ziet, een tv-meubel. Vind ik altijd leuk om dingetjes van hout te maken. En voor de rest, eigenlijk vind ik het vooral heel belangrijk om mijn sociale contacten te onderhouden in mijn vrije tijd. Wat er bovenaan moet staan in de top 2000. Ja, ik hou heel erg van muziek. Maar ik heb niet eigenlijk een specifiek nummer. Ik weet wel dat op zondag eigenlijk vroeger stond altijd het concert aan van Robbie Williams op de televisie. Dat is echt al, praat ik over, misschien wel 10, 15 jaar geleden. Maar dat doet me altijd denken eigenlijk aan mijn jeugd, aan de vredige zondag thuis. Met mijn ouders en mijn broer, altijd super gezellig. En Amy Winehouse is er ook eentje van. Dus eigenlijk als ik Amy Winehouse hoor of Robbie Williams, vind ik dat altijd wel, ja, brengt een speciaal gevoel naar boven. Als ik nog maar één gerecht mocht eten, ja, dat zou dan denk ik wel de spare rib zijn van de barbecue van mijn broer. Want die kan echt onwijs lekker barbecuen. Die is er dan ook uren mee bezig en lekker aan het experimenteren met verschillende kruiden. En ja, dat kan hij altijd echt wel heel erg goed. Dus als er nog één ding is wat ik mag eten, dan zijn het toch wel de spare ribs. Waar je mij 's nachts wakker voor kan maken? Ja, ik kom uit een autofamilie. En eigenlijk heb ik al sinds mijn 15e doe ik aan autocrossen. En hebben we ook een auto voor op circuit gekocht voor in de BMW Cup. Dus ik vind het altijd super leuk om te racen, of het nou inderdaad cross is of op circuit. Dus als er iets met snelheid is en het gaat hard, dan kan je mij daar wel voor wakker maken. Tim, bedankt voor de lekkere koffie en de goede antwoorden. Ik wens je heel veel succes bij je stage bij Vibber. Hoi! Hiha!